Oké. Okay. Som 16, bladzijde 80. Wat moet ik met dit sommetje? Nou, het eerste wat ik ga doen is het volgende. Hieruit volgt x min 2 wortel x min 3 is 0. Dat is één stap. Dan zou ik ook kunnen zeggen, als ik nou zeg n, u is wortel x. He, lees voor kip konijn. Dan weet ik ook dat hieruit volgt u kwadraat is x. Dan ga ik die wortel x, die doe ik daar. En die x, die zit daar. Dan ga ik in plaats van de x, ga ik de u'tjes invullen. Dus dan krijg ik x wordt u kwadraat min 2u min 3 is 0. Nou, nu heb ik weer iets gekregen wat ik wel kan begrijpen. WBS-veldje. WBS, zo, ik heb u kwadraat. Nou, dat is u keer u. En ik heb hier min 3. Nou, volgens mij is dat min 3 keer plus 1, hè? Dan heb ik hier min 3u en daar heb ik u, 1u. Deze samen zijn min 3 plus 1 is min 2. Hey, volgens mij klopt die dan. Dan heb ik dus eigenlijk u min 3 keer u plus 1 is 0. En dan doe ik die keer die. Oké, okay, dan weet ik u is 3 of u is min 1. En, dat weten we, u is de wortel van x. Immers, dat hadden we hier bedacht. En ik moet niet u oplossen, maar de x. Nou, dat gaan we doen. Dus dan krijgen we wortel x is 3 of wortel x is min 1. Ja, maar ik wil niet wortel x hebben, ik wil x hebben. Dat kan, gaan we kwadrateren. Krijgen we x is 9 of x is 1. Nou, moeten we toch eventjes controleren. Dus controle. Wat gaan we doen? Het volgende. We gaan die 9, die gaan we daarin vullen. En daar. Kijken wat er gebeurt. Dan krijgen we 9 min 2 wortel 9. Is 9 min 2 keer 3. Is 9 min 6 is 3. Nou, dat klopt ook. Want er moet precies 3 uitkomen. Zie je dat? Dan hebben we denk ik toch goed gedaan.